Goedenavond, het is maandag, het is even na 9 uur. Kortom, het is weer tijd om over NEC te spreken, te praten, voor te beschouwen, terug te blikken. Kortom, er is ook een hoop gebeurd natuurlijk de afgelopen week. Vorige week waren we er, toen deden we voorbeschouwen op de halve finale van de KNVB-beker. Die is gewonnen en we staan in de finale. Wij gaan naar de Kuip. Zoals Vinnen al hebben gezongen natuurlijk. Nou, daar gaan we eventjes nog op terugblikken. Dan is er ook nog gewoon competitie gespeeld. Afgelopen vrijdag tegen Volendam. Daar is gewonnen. Gaan we het ook nog eventjes over hebben. En dat doe ik niet alleen. Bij mij in de studio wederom Nick Rokers. Want die was verslaggever bij de wedstrijd tegen Volendam. En als gast in de studio Erik Meijers. Ja, voetbalkenner. Zullen we het zomaar eventjes noemen? Ja, heel mooi gezegd, Mauricio. Ja, toch? Ja. Voetballiefhebber, voetbalkenner. En we gaan met jou ook eventjes praten. En we gaan straks natuurlijk ook eventjes bellen weer richting het hoge noorden. Arjen de Boer van Omroep Friesland. Hij is Heerenveen-watcher. Dus we zijn ook heel erg benieuwd wat daar allemaal gebeurt met Heerenveen. Spannende wedstrijd gaat dat in ieder geval aanstaande zondag worden. Erik, eerst wil ik eventjes met jou naar iets anders. Want vandaag werd bekend dat Kees Rijvers is overleden. En je had er al op X iets over geschreven. Ja, dat klopt. Ja, mijn vader heeft een aantal jaren met hem mogen voetballen bij Feyenoord. Dus daar hebben we wel wat herinneringen aan. En in die tijd kwamen we ook veel bij Feyenoord, omdat er veel reunieën waren. En daar was Kees Rijvers ook aanwezig. Dus uiteindelijk ken je deze man ook wel iets beter als normaal. Maar goed, natuurlijk toch een icoon. En 97 is niet niks. Dus ja, ik vond wel dat ik er even stil bij moest staan. Hij is vandaag overleden en daar zal denk ik dit weekend flink bij stilgestaan worden in de stadions. Ja, zeker. Ja, zo'n grootheid, ja, toch? Absoluut, absoluut een grootheid in het Nederlands voetbal. Alleen 97, ja, dan kennen de jonge kijkers, die kennen deze man niet. Nee, daarom. Heb jij wel eventjes mooi toegelicht. Goed, we gaan eerst even terugblikken. Vorige week dinsdag. Erik, waar heb jij de wedstrijd gekeken? Ja, ik zit natuurlijk bij de TEC, hè? Dus wij moeten gewoon trainen, Maurice. Dat is heel vervelend. Ja, maar ik dus kreeg bekerfinale, of halve finale beker. Ja, niet helemaal daar. Toch Tiel die dan toch een beetje NEC wil volgen? Ja, daar zitten wel NEC-mensen bij Tiel. Absoluut. Alleen wij moeten zelf trainen. Alleen ik kreeg wel regelmatig van de materiaalman appjes door van hoe de stand was. En in het begin was het 1-0 achter. Dus dat vond ik al wel heel vreemd. Maar uiteindelijk hebben we toch nog die wedstrijd omgebogen. Ja, ja, was een mooie pot natuurlijk. Nick, waar heb jij gekeken? Ja, thuis bij een vriend van mij. Met veel andere vrienden hebben we gekeken. Ook was het heel leuk om zo die wedstrijd gewoon weer eens met vrienden en een biertje te bekijken. Ja, Eden al gekhuis, vooral naar die 1-2. Ik denk dat de meeste opluchting bij ons bij de 1-1 wel kwam bij die wedstrijd. Want ja, dan had je echt iets van, hij valt. Ja. Want ja, we zaten er tegenaan te hikken. En, nou, dat was voor mij ook wel het moment toen die 1-1 viel. Oké, nu gaan we hem wel pakken. Want daarvoor denk je toch, ja, als hij elke keer er niet valt. Ja, het is een bekerwedstrijd. Mm. Je speelt daaruit. Het kan spoken in Leeuwarden. Hebben we maar weer gezien. Het zal toch niet zo, hè? Ja, ja, ik was alleen bang toen bij die laatste kans. Dat Sillissen die bal pakte, dat het een doeltrap werd. Toen dacht ik, ja, maar die gaat nu wel met de gevoelde verlenging in van de val nog wat te halen. Maar als je me zo terugkijkt, ja, we hebben ons eigenlijk druk over gemaakt. Want Cambuur kon helemaal niks meer inbrengen in de verlenging. Nee, helemaal niks meer. Nee. Ja, heb je de wedstrijd later nog wel ik samenvatting gezien? Wij waren 9:30 uitgetraind. Dus om 9:45 zat ik in de kantine de verlenging te kijken. En die heb ik helemaal gezien. En ja, dan weet je wel dat altijd een bal verkeerd kan vallen. En het blijft bekervoetbal. Nou, dat zag je vorig jaar bij Spakenburg wel. Dus het kan alle kanten op. En, maar goed, NEC is dit jaar ontzettend goed bij de les. En uiteindelijk hebben ze ook verdiend gewonnen. En staan ze ook terecht, denk ik, in die finale dit jaar. Een bekerwedstrijd, ja, zo gaat het vaak. Hè. Het hoeft niet altijd mooi te zijn. Het gaat om het resultaat, Erik. Dat weet jij ook, hè? Want ja, zeker met Achilles, dat waren ook cupfighters, hè? Ja, absoluut. En een prettige omstandigheid geweest dat ik 5 keer de laatste 16 heb gehaald van Nederland. Ja. 4 keer met Achilles en 1 keer met Spakenburg. Maar ja, beker maakt iets los. Dat is iets magisch. Dat kun je niet uitleggen. Dat kan een kleintje tegen een grote spelen. En als die grote dan iets minder zijn best doet. En die kleine doet altijd beter zijn best. Ja, dan heb je eigenlijk al een wedstrijd. En als dan ook nog eens een keer de eerste kans binnenvalt voor dat kleintje. Ja, dan krijg je gewoon een spookwedstrijd. Ja. En vooral het geloof in een goed resultaat is bepalend.
En ik denk dat het geloof bij NEC dit seizoen natuurlijk ongelooflijk goed is. We gaan nu voor de vijfde keer een finale spelen. Maar ik denk echt dat wij dit jaar de meeste kans maken om die finale te gaan winnen. En ik heb ze alle vijf of alle vier al meegemaakt. Dus we zijn al aardig op leeftijd. Maar ik heb nu een heel goed gevoel hierover. Ja, het was wel de wedstrijd van de Japanners, hè? Ja, nou gek. Ik denk dat daar ook alle credits naar de staf, maar ook zeker naar Carlos Abels gaan. Want ja, het feit dat we nu Japanners hier in Nijmegen hebben, dat vind ik geweldig. De mentaliteit van een Japanner, daar kunnen wij natuurlijk nog een puntje aan zuigen. Die zijn zo gedisciplineerd, die hebben zo'n goede arbeidsethiek. En ze kunnen tegenwoordig ook nog aardig voetballen. Technisch wisten we al. Ja. Maar ze zijn ook langzamerhand tactisch beter geschoold. Ja, dan zie je gewoon dat het een meerwaarde is voor de Eredivisie. En ja, ik vind dat Carlos daar heel goed op geanticipeerd heeft. Door in dit geval twee hele goede Japanners naar Nijmegen te halen. Ja, nou gaat iedereen heeft het wel over Sano voornamelijk. Hè? Dat echt het talent is wat aankomt. Kun je mij uitleggen, die spits, Koki, wat vind jij daarvan? Nou, Koki, die had even wat langer nodig. Dat merkte je in de eerste paar wedstrijden. En langzamerhand vindt hij zijn draai. En dan zie je wat vertrouwen met je doet. Want daar begint het wel mee. En dat doet Rogier natuurlijk geweldig. Want alle spelers hebben een innerlijke rust op dit moment. En zijn vrij in hun hoofd. En weten waar ze aan toe zijn. En ik denk dat de kracht van een coach is. Om ervoor te zorgen dat je duidelijkheid schept. En op dit moment is eigenlijk alles duidelijk binnen NEC. En ja, dat is een verdienste van de trainer. De verdienste van de staf. Maar zeker ook van de top van de club. Ja, en als ik daaraan toe mag voegen. Ik heb ooit een tijdje terug een interview gelezen van een Japans medium. Niet in het Japans, wel vertaald. Maar toen zei hij ook, toen ik bij NEC kwam. Op een gegeven moment kwam daar Bas Dost. Die werd ook als een held onthaald. Hè. Ik weet dat toen hij warm liep tegen RKC, dat het hele stadion naar zijn dak ging. Ja, ook voor zo'n jongen is dat wel lastig. Hij zei van, ja, ik wist dat hij een grote naam had. Dat hij het in Duitsland goed heeft gedaan, in Portugal. Dat wist hij. Maar het is toch moeilijk als je dan komt en eigenlijk omarmen ze allemaal een andere spits. En dan moet jij daar maar je plekje achter zien te vinden. Ja, daar had hij, denk ik, toch even moeilijk mee. Ja, dan valt Dos weg onder de tragische omstandigheden die er zijn geweest. En dan moet hij er in één keer staan. Ja, dat is ook niet zomaar, doe dat maar even na, zou ik zeggen. Maar ja, wat je zei, hij heeft inderdaad de tijd nodig gehad. Ik denk dat ze het draai wel heeft gewonnen inderdaad nu. Dus ja, dat doet hij goed. Absoluut. Ja. Wat voornamelijk als je terugkijkt naar de vorig seizoen en het seizoen ook eigenlijk daarvoor, is dat wij heel moeilijk doelpunten konden maken als zijnde. En als je nu ziet wie er allemaal doelpunten en hoeveel, dan is dat best knap. Ja, kijk, dat kan ik wel uitleggen. Zelf ben ik ook in de prettige omstandigheid geweest om een paar keer de beste van de competitie te zijn. En dan zie je de tweede helft van het seizoen, dan kom je in een bepaalde flow terecht. En dan zijn de verhoudingen binnen het team en de hiërarchie binnen het team, die zijn gemaakt. En ook de verhoudingen in de kleedkamer. En op een of andere manier heeft Rogier samen met zijn staf ervoor gezorgd dat alle kikkers in die kruiwagen blijven en dat iedereen zijn plek weet. En dan maakt het op een gegeven moment niet meer uit wie er speelt. En dat zag je afgelopen vrijdag bij Volendam. Ja. Dan heb je een paar jongens er niet bij. Hij gooit een paar frisse jongens erin. Maar het gevoel binnen het team is gewoon op dit moment top. Je haalde net al even Volendam aan. Dus ik wil eigenlijk ook een beetje daarop gaan terugblikken. Dus laten we eerst eventjes naar die wedstrijd gaan van afgelopen vrijdag. Maar het was, ik heb me de eerste helft echt zitten verbazen. Waar zit ik naar te kijken? Ja, Volendam heeft zich al neergelegd bij een degradatie. En daar is zoveel mis binnen die club. En dat zit ook tussen de oren bij de jongens. En als ze dan ook nog eens helemaal inzakken naar eigen helft. En ook helemaal geen enkele druk op de bal ontwikkelen. Ja, daar kun je natuurlijk op wachten dat je op dit moment tegen een ploeg als NEC speelt. Dat de goals gaan vallen. En ja, dat gebeurde dan ook. En dan is er eigenlijk geen sprake meer van een wedstrijd. En omdat het verschil gewoon te groot is. Ja, maar is het niet. Kijk, ik zat op de tribune en ik zat ook laatst Volendam supporters. En ik verbaasde me hun al niet meer. Ze zeggen, ja, wij zien het wekelijks. Maar ik denk, je staat onderaan. Je wil alles proberen om nog in die Eredivisie te blijven. Je weet dat NEC 120 minuten gespeeld heeft. Dan zou ik als trainer zeggen, die eerste kwartier, jongens, vol gas. De dood of gladiolen, maar we gaan vol gas. Maar dat gebeurde eigenlijk ook.
Want ze kwamen op 1-0. En dat, ja, maar ze kwamen, maar het was niet het vol gas wat ik nee, zag. Nee. Ja, ik had het ook nog maar willen die zien. Die kwam uit een corner volgens mij, ja, dat doelpunt. Dus het kwam niet eens uit de veld door. Ik zat me er echt om te verbazen. Nee, ja, eens. Wij ook. Tijdens het commentaar heb ik het ook meermaals gezegd. Volendam heeft het gewoon niet in zich om met dit NEC met 120 minuten in de benen moeilijk te maken. Ja, nee, goed. Het verschil is gewoon te groot. En het geloof is er niet in Volendam. Ze hebben veel meer andere problemen als op het veld. Dus ja, en dan zijn er zoveel wijzigingen ook in de staf en alles. En probeer het maar eens op de rit te krijgen als ja, Jantje Smit niet meer komt kijken bij Volendam. Ja, dan wordt het toch een heel lastig verhaal. Dus ik denk dat op dit moment Volendam niet helemaal meer van Volendam is. Ja, en dan heb je een groot probleem. Hè? Volendam is eigenlijk vergelijkbaar met Groesbeek. En ja, dat zit veel onderhuids. En als dat niet vrij is in het hoofd, dan is Volendam volgend jaar weer een hele gewone KKD-speler. Ja. Maar vooraf, ik ging daar zitten voor de wedstrijd. En toch had ik bepaalde zenuwen wel een klein beetje. Dat ik denk, oké, ja, dan ben ik benieuwd of NEC nu zo volwassen is om in zo'n week, waar veel gebeurd is, zo'n wedstrijd een keer over de streep te trekken. En dat doen ze gewoon met twee vingers in de neus. Ik denk dat NEC wel geleerd heeft van RKC uit. Want dat was zo'nzelfde week. En toen waren ze vermoeid. En de trainer heeft niet voor niks een aantal frisse jongens erin gezet. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je frisheid hebt in je ploeg. Zeker in de fase waarin NEC nu zit. En ze speelden niet tegen de top 6 of top 8. Maar ze speelden eigenlijk tegen de zwakste broeder uit de Eredivisie. Nou, en ik denk dat dan met een bepaalde frisheid van speler nummer 12 tot en met 15. Dat je dan ook heel makkelijk van Volendam kunt winnen. Nou, dat is ook gebeurd. Ja. En belangrijk, want die drie punten, nou ja, dan ben je echt veilig. Hè? Want ze hadden de 33, je hebt er nu 36, dus je hoeft helemaal geen zorgen meer te maken. Maar ik las ook wel ergens van, ja, je bent nu eigenlijk ook wel een beetje verzekerd van play-offs. Maar dat vind ik wel een beetje te vroeg geroepen eigenlijk. Nou, ja. Het staat zo dicht bij elkaar. Nee, ja, dat is waar. Ik zeg er wel bij, je hebt gelijk, het is misschien wat vroeg. Maar als je het niet haalt, ja, is dat dan een schande misschien, of hoe zeg je dat, wat kleiner, is dat dan een slechte prestatie? Als je geen play-offs haalt? Als je nu geen play-offs haalt. Nou, ik had het er vandaag. Ik was vandaag bij de training en ik sprak daar wel met mensen. En iedereen natuurlijk nog allemaal van, we gaan naar de Kuip en we maken kans tegen Feyenoord. Ik zei, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon die finale verliest en je wordt gewoon nog tiende. En dan heb je helemaal niks. Ja, maar kijk. Is dan het seizoen mislukt? Nou, maar dat gaat niet gebeuren. Kijk, als ik kijk naar NEC, naar de selectie, dan vind ik dat zij buiten de top 5 de beste selectie hebben. Ik vind dat ze een betere selectie hebben als Go Ahead. Nou, Utrecht zal misschien nog dichtbij komen. Maar als ik daar ook mee vergelijk, vind ik dat we ook een betere selectie hebben als Utrecht. Ik denk alleen dat Twente, AZ, Feyenoord, Ajax, PSV een betere selectie hebben als NEC. Dus dan vind ik wel dat we de lat hoog mogen leggen in Nijmegen. En dat doet meneer Boekhoorn ook. Ja. En dat doet NEC ook op dit moment. En dan maken ze het ook waar. En dat is natuurlijk wel knap. Ja, dat klopt. Dus ik vind wel, als NEC geen play-offs haalt, dat vind ik wel teleurstellend. Ja. We hadden het net eventjes over hoe hou je spelers tevreden en waarom kies je bijvoorbeeld voor bepaalde spelers. Na afloop hebben we natuurlijk ook met trainer Rogier Meijer eventjes gesproken. En dat hoor je. En als je meekijkt op televisie, dat zie je nu eventjes. Rogier Meijer, gewonnen uit bij Volendam. Had je hem toch een beetje geknepen voor dit duel? Nou, niet geknepen. Ik had alleen niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan, moet ik eerlijk zeggen. Je verwacht ook een ploeg die ons meteen onder druk zet als je weet dat wij op dinsdag gespeeld hebben. Ja, dat hebben we niet echt teruggezien. En natuurlijk helpt het dat het in plaats van 1-0, 0-1 wordt. Ja, dat is ook een tik voor deze tegenstander. Ja, en daarna hebben we denk ik lekker kunnen voetballen. De opstelling, je hebt een beetje geschud in de opstelling. Hoe gaat dat in zijn werking? Heb je jongens in de ogen gekeken, zomaar wie is echt fris? Of is dat de medische staf die dingen zegt? Of hoe gaat het in zijn werking? Nou, dat begint in het hoofd eigenlijk. Daar heb ik een idee bij, omdat ik weet hoeveel sommige spelers geleverd hebben de afgelopen twee wedstrijden. Als je dan bijvoorbeeld naar Charon kijkt, die heeft tegen Sparta 90 minuten, tegen Cambuur 120 minuten op kunstgras. Nou, daar heeft hij een aantal jaren niet op gespeeld. Ja, dan komt bij mij naar boven dat ik denk, ik moet die jongen ook een beetje beschermen en fris houden voor de komende tijd. En nou, dan ga je met die spelers praten en uiteindelijk maak je die beslissing. En hetzelfde met Koki eigenlijk. En ja, we hebben daar ook jongens die daarachter ook goed kunnen spelen, dus dan is het iets makkelijker. Nee, maar Erik, wat vind je van die Cherry? Ja, die vind ik twee klassen beter dan Tanane.
Oh, ja. Leg hem eens uit. Ja. Nou, omdat Thierry is een teamspeler en is Tanane niet. Nee. Bij Tanane draait het om Tanane en bij Thierry draait het om het team. En dat had ik al gelijk in de eerste wedstrijd gezien. Dus geweldig dat deze jongen in de Goffert speelt. En een duidelijke meerwaarde op die positie. Maar is hij dan ook beter als dat we Magnus Madsen? Goed, daar wou ik dan net over beginnen. Daar wordt haast niet meer over gesproken. Nee, dat is een beetje de voetballerij. Ja. Dan denk je van, oh, Madsen gaat weg in de winterstop. Hoe kan NEC dat nou doen? Maar goed, dat is de opportune wereld waarin wij leven. En als dan het team draait en we zetten iemand anders er neer en die draait weer ook goed, dan omarmt het publiek weer die nieuwe speler. En dan ga je winnen. Ja, en dan ben je als Madsen heel snel weer vergeten. Maar Madsen heeft zich natuurlijk geweldig ontwikkeld. Is als linksbuiten begonnen bij NEC. Weinig rendement. Uiteindelijk op 10 terechtgekomen en een transfer verdiend naar Kopenhagen. Nou, dan heb je natuurlijk als club geweldig gedaan. Ja. Nou, Thierry is een ander verhaal. Dus voor de korte termijn is het opvangen van Madsen. Ja, dat het zo uitpakt, dat kan niemand verzinnen. Nou, uiteindelijk laat hij gewoon zien dat hij ook nog eens een keer een natuurlijke leider is. Nou, en dat is natuurlijk wel heel welkom. En ja, ik hoop dat zo'n speler nou direct in een finale het verschil maakt. Het verschil kan maken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar we gaan vooruitblikken ook een klein beetje richting aanstaande zondag. Want dan speelt NEC weer een belangrijke competitiewedstrijd. En wederom spelen we tegen een Friese club. Dus ik heb weer iemand aan de lijn van de Omroep Friesland. En dat is Arjen de Boer. Arjen, goede avond. Goedenavond, heren. Ja, want zondag spelen we tegen Heerenveen. Ja. En dat wordt een spannend potje. Want ja, die willen natuurlijk ook gewoon een play-off plek hebben. Die hebben ook de punten hard nodig. Maar ik ben benieuwd, ja, hoe is het daar bij Heerenveen? Nou, de vlag kan uit, hè. Want ze hebben nu 2 wedstrijden op rij de nul gehouden. Ze hebben 2 wedstrijden op rij ook gewonnen. Eerst van Volendam en afgelopen zondag natuurlijk van PEC Zwolle. Ja. Ze hebben 9 punten gehaald uit de laatste 4 wedstrijden. Men is eigenlijk redelijk positief. Ja, ik zat eventjes ook wat dingen inderdaad even na te kijken van jullie. Ik zei het hier op de redactie. Ja, het lijkt wel een beetje op NEC als je het gaat kijken. Jullie verliezen van Vitesse. Nou, dat doen er al niet zo heel erg veel. Maar pakken ook punten tegen grote ploegen. Zoals bij Ajax gewonnen. Tegen AZ een puntje gepakt. Dus daarin hebben we wel wat raakvlakken. Ja, maar weet je, het probleem met Heerenveen is dat je nooit echt weet welke Heerenveen je eigenlijk te zien krijgt. Krijg je het Heerenveen te zien die wint bijvoorbeeld van Ajax? Of krijg je het Heerenveen te zien die verliest van Excelsior thuis met 0-3? Of krijg je het Heerenveen te zien die verliest van Go Ahead Eagles? Dat is gewoon heel erg onvoorspelbaar. Ze zijn enorm wisselvallig. Ja. Hoe kijken jullie richting NEC? Nou, NEC, ja, die hebben we natuurlijk net gezien tegen Cambuur. En het krasverschil tussen NEC en Cambuur was wel enorm. En kijk, iedereen in Leeuwarden kon enigszins vrede hebben met de uitslag. Natuurlijk waren ze enorm teleurgesteld. Alleen in 2017 hebben ze het eerder gehad tegen AZ. Daar zijn ze uitgeschakeld met strafschoppen. Dat is nog altijd een trauma. Dat is nu wel minder, want men zag wel helemaal naar die 2-1. Ja, het krachtsverschil was wel enorm. Hè. Jullie brengen Lasse Schöne, die scoorde ooit in Bernabeu een prachtige goal met een vrije trap tegen Ajax. En wij brengen een amateur, Johnny van der Meer, die eigenlijk bij Leeuwarden Zwaluw moet voetballen. Ja, dat is natuurlijk wel een enorm groot verschil. Dus daar had men enigszins wel vrede mee. En Henk de Jong heeft ook niet voor niks gezegd. En dat is misschien een tikkeltje overdreven, maar kleine kern van waarheid. NEC, je hoort wel gewoon bij de ploegen in de Nederlandse Eredivisie die beste voetbal spelen. Los van de top 3. En daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in. Het is trouwens ook zo dat Charon Thierry, die voetbalt nu bij jullie, bij ja. NEC, die had Heerenveen echt heel graag willen hebben. Ja. Het schijnt ook zo te zijn dat Kees van Wonderen meerdere keren ook contact heeft gehad met Thierry. Hij kent hem natuurlijk vanuit zijn tijd bij FC Twente. Hij vertelde mij afgelopen vrijdag dat Thierry ook tegen hem heeft gezegd dat hij heel graag weer onder hem zou willen gaan trainen. Maar op een gegeven moment kwam in het nieuws, in de media, dat Thierry contact had met NEC. Toen heeft Kees van Wonderen weer geprobeerd om contact te zoeken met Charon Thierry. Maar wat denk je?
Die nam niet hij op. Nam niet op. Nee. Nee, ja, dat, ja, ja, dan denk ik dat... dat hij contact had met Marcel, denk ik. Ja, ik denk dat Marcel Boekel in contact heeft gezocht met Thierry. Ja, Thierry. Ik denk het ook. Die gaat even wapperen met wat biljetten en dan zijn ze snel weg. Ja, nee, dat klopt. Ik wil ook even wat vragen, want we krijgen ook vragen binnen van luisteraars. Leuk als je dat doet. Je kunt altijd even mailen. Je kunt bij mij op mijn Instagram dingetjes inspreken. Of via andere wegen, via Ernst eventjes even iets laten weten. Ik heb even iemand die heeft wat ingesproken met een vraag. Ik ben benieuwd wat de vraag is. Goedenavond, heren. Ik heb een vraagje voor jullie. Er gaan geruchten rond dat Meijer niet verlengd wordt. Wie zou volgens jullie dan de nieuwe trainer moeten worden? Fijne avond nog. Dankjewel, Sam was dat. Erik Meijers. Ja, ik zou zeggen, doe er gewoon een S achter. Ja. Ja. Kun je bijna alles aanhouden. Nee, ja, dat gerucht, ja, natuurlijk. Deze maand moet er iets duidelijker de komende twee weken over het contract natuurlijk. Want we lopen ook tegen die 1 april aan. En je wil daar niet te lang mee wachten, neem ik aan als trainer. Maar wat denk jij, Erik? Zou die blijven? Of zou die inderdaad toch een stap ergens anders gaan willen maken? Nou, ik geloof niet zo in houdbaarheidsdatums van trainers. Zeker niet bij Rogier. Ja, ik moet zeggen, Rogier heeft het niet makkelijk gehad. En heeft eigenlijk cijfermatig hartstikke goed gedaan. Uiteindelijk vanuit de 7e plek van de KKD een stabiele eredivisieclub van gemaakt. Met het oogsten wat nu gebeurt. Zo zie ik het een beetje. Hij is nu aan het oogsten van 4 jaar keihard werken. En hij heeft gigantisch goed op de rit met zijn mannen, met zijn staf, met de club. Hij kan het nooit beter doen. Dan zou je zeggen van nou, dan moet volgend seizoen een nieuwe komen. Maar ik denk dat Carlos daar wel doorheen prikt. En als Carlos en de mannen het gevoel hebben dat hij ook weer met een nieuw team straks NEC weer een stap verder kan helpen. Dan gaat Rogier volgend jaar gewoon het 5e jaar in. Ja, want je krijgt... Hoe dan ook, je krijgt best wel een grote mutatie weer. Hè. Er gaan heel wat spelers zullen er aankomende zomer weg. Dus dat je zegt, het is uitgewerkt op de groep. Dat kan niet als bijna de helft van de spelers misschien wel meer vervangen gaan worden op het veld. Dus daar zit hem dan niet in. Ik zat bij Van Dam met wat mensen over te praten. Die zeiden ook, ja, waarom zou je hem dan wegdoen? Je krijgt een nieuwe groep, een beetje dat Ferguson. Moeten jullie doen, het is zo rustig. En wat hij natuurlijk heel goed kan doen, je krijgt nieuwe spelers. Maar hij kan wel heel goed die cultuur natuurlijk bewaken. Een beetje cultuur bewaken van NEC. Hij weet precies wat de plan is van Carlos. Krijg je een nieuwe trainer, moet dat allemaal maar weer opgestart worden. Ja, ik ben het met je eens. Ik ben ook niet zo van het veranderen. Ik werd in mijn 10e jaar met Agudas 29 nog kampioen van Nederland. Was ik 10 jaar trainer. Ja. Dus ja, ik geloof het allemaal niet zo in. Ik doe niet mee aan die opportune wereld. En ik geloof in continuïteit en in stabiliteit. Aan de andere kant moet je wel goed kijken dat er natuurlijk nog een dialoog is. Dat de communicatie nog goed is en dat de werksituatie nog top is. Maar goed, dat zullen de heren zeker doen. Dus daar twijfel ik geen moment aan. Maar goed, wie zou dan de trainer moeten worden volgens jou? Wat is een geschikte kandidaat voor het NEC waar we nu staan? Nou, dat vind ik heel moeilijk. Kijk, als je Europees voetbal haalt... Ja, dan mag er best natuurlijk een topper deze kant op komen. Maar wat is een topper? Voor mij sorteren ze ook een beetje, dat heb ik het idee ook wel voor, op Mark Otte. Die daar nu ook is doorgeschoven uit de jeugd. Nu ook weer assistent is. Ik denk dat ze hem graag wel daar op die... Maar even serieus. Ja, ik snap het, hè. Dan krijg je een beetje wat je met Rogier Meijer natuurlijk hebt gedaan. Die heb je even laten winnen en die ben je steeds verder. Maar als je inderdaad toch Europees voetbal hebt... Dat zou ik niet doen. Mark Otte dat zou ik niet doen. Maar dan denk ik dat ze ook gewoon nog een jaar doorgaan met Rogier. Ik ben helemaal met je eens. In de hele filosofie van NEC is Mark Otte de nieuwe hoofdtrainer van NEC. Dat doen ze niet voor niks, want die brengen ze op deze manier... naar de positie die nodig is om... En Fred Rutte, want die naam komt ook vaak voorbij... is natuurlijk heel vaak op de Goffert. Wil heel graag weer een keer toch wel een club weer onder zijn hoede nemen. Is dat dan iets? Nou, geloof ik niet zo in. Denk ik niet. Aan de andere kant, als je Europees voetbal haalt... Ja, en Rogier tekent bij een andere vereniging... Ja. Dan kan Otte met Rutte natuurlijk wel een goede combi zijn. Maar goed, ik geloof daar niet zo in.
Nee, nee. En we zeiden het straks al, hè? Hij ligt goed in de groep bij spelers. Je hoort nooit een kwaad woord over hem. Het is ook zo dat hij ook geen gekke dingen doet. Bij de media, bij de collega's ligt hij goed. Eigenlijk is het een hele fijn. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er heel veel clubs nu zeggen van ja, die Rogier Meijer, wat hij presteert, die willen we heel graag die kant op hebben. Het is gewoon een stabiele factor. En zal ook niet de polonaise gaan lopen. En zal ook niet, als hij 5 nederlagen heeft, zich anders gaan gedragen. Dus wat dat betreft, continuïteit staat voorop. Ik heb nog wat vragen, dus ik wil er even wat sneller doorheen. Ja. TJ die vraagt mij, moet Schöne weer gewoon in de basis komen nu hij weer fit is? Vinden we dat? Never change a winning team. En dat was vooral met Hoedemakers en Prop op middenveld met Thierry. Ik zou het lekker laten staan. Proper is er voorlopig nog niet. Dus ja, dan wel. Dan moet je wel wat scheunen. Maar even idealistisch gezien zou ik Proper dan gewoon laten starten. Nou, niks moet. Dat hebben we ook bij Cambuur gezien. Dat is waar. Toch? Nee, ja. Nou, de beste moet spelen. En dat zal Rogier heel goed in de gaten hebben wie de beste elf zijn. Wat vinden we van Hoedemakers? Want ik zag hem ook ergens in het lijstje van de elftal van de week voorbij komen. Ja, Hoedemakers heeft het ook heel moeilijk gehad in Nijmegen. Ja. En nu is het, gaat hij ook mee met de euforie en gaat hij ook beter spelen. Maar ik vind nog wel dat hij beter moet. Oké, dus hij is er nog niet? Nee, zeker niet. Nee, nog niet op het niveau. Dan nog iets, want we hadden het over de Japanners. Japan onder 23, die speelt eind april, begin mei de Asian Cup. Kodai Sano is al meerdere keren uitgenodigd voor de onder 19, onder 20 van Japan. Nou, stel je voor dat hij wordt uitgenodigd en dat hij die kant op mag komen. Ja, dan mist hij dus play-offs wedstrijden, de derby, maar veel belangrijker de bekerfinale. Wat moeten we daarmee? Wat moet Rogier? Nou, heb je hier als trainer, als club, heb je hier inspraak in? Nee. Ja, dat weet je als je Japanners natuurlijk binnenhaalt of buitenlanders vanuit Zuid-Amerika of weet ik wel, die hebben andere competities op andere momenten. Ja, dan weet je dat je wel eens dat soort spelers mist. Nee, maar we hebben het net over de kwaliteiten van Sano. Als hij toch niet er is tijdens die bekerfinale. Dat is toch... Ja, maar jij zei net eind april, begin mei, zeg je. Halverwege april. 15 april begint het. Ja, dan mist hij de bekerfinale. Hij mist de bekerfinale. Ja. Dus dan is hij er niet bij. Ja, dat zou heel vervelend zijn. Maar goed, ik heb wel geleerd in het trainersvak dat je altijd druk moet maken om de gezonde en niet om de gewonde. Nee. Overigens wel even een kanttekening. Hij is wel elke keer uitgenodigd, maar hij heeft nog nooit speelminuten gemaakt. Dus ik kan me voorstellen, als dat hij dan denkt van ja, ik kan hier een finale spelen. Ik kan hier een prijs pakken. Spelen mag gewoon bedanken, toch? Die mag gewoon zeggen. Ja, die mag bedanken, maar ik weet niet hoe dat in Japan aankomt. Dat, en dat is niet dat volgens mij Japan gewaardeerd wordt. Het zijn mensen die heel nederig en heel blij zijn voor hun land natuurlijk uit te komen. Ja, dus heel anders hier. Ja. Dus nee, dat denk ik ook. Nee, misschien Carlos toch even een belletje naar Japan. Misschien Boekhoorn. Ja, ik zou er wel alles aan doen om hier te houden, ja. Absoluut. Goed. We gaan even een rondje voorspellen, want we zitten al bijna weer aan de tijd. We kijken vooruit naar de wedstrijd tegen Heerenveen. Erik, wat gaat het worden? 3-1 voor NEC. 3-1 voor NEC. Doelpuntenmakers? Durf je daar nog aan te... Nou, dat vind ik altijd lastig. Want je kunt bij iedereen nou zeggen tegenwoordig. Ja, dat maakt niet uit. Jasper stellen ze 2 keer. Goed, nou, als dat zo is, dan krijg je van mij een fles wijn. Ja. Maar, Nick? Ja, ik... dacht eigenlijk ook 3-1, maar ik zie Heerenveen gewoon scoren tegen NEC. Dan zeg ik 2-1. 2-1 voor NEC. 2-1 voor NEC, 3-1. Dan ga ik voor 3-2. Oh. Dan nog heel kort even voordat we gaan. Ik heb het laatste nieuws over kaarten voor de bekerfinale. Want de KNVB heeft besloten om een deel van... de onderste tribune weg te halen. Ja. Bij de Kuip heb je die tribunes in de grachten. Hè. Dat hebben we bij NEC ooit eens open dag om dat te doen. Ja. Ja, die willen ze misschien gaan weghalen. En dat betekent dus dat aan het veld, dat daar dus geen supporters zitten. Dan kunnen de netten om het veld wel weg. Maar daar zitten dus tegen het veld aan geen supporters. En die tribunes aan de zijkant, die moeten dan leeg blijven. Het is nog niet zeker. Het is nog helemaal niks besloten. Maar dit kwam net naar buiten. Dit kwam net naar buiten. Niet doen toch, Erik? Nee, zeker gewoon niet. Volle Kuip, toch? Ja, geweldig. Dan maar met netten, toch? Mooi stadion van Nederland. Ja, nee, dat moeten we niet willen. Ja, en betekent dat dan ook dat we minder kaarten krijgen? Als dat zo doorgaat? Ja, dat is dan wel, denk ik, de consequentie daaraan. Schandalig. Ja. Niet doen. KNVB, niet doen. Luisteren. NEC, maak je hart. Gewoon lekker die dingen laten staan. Dat vindt Erik ook, want het is het mooiste stadion van Nederland. Na de Goffer natuurlijk. Ja.
Erik, dankjewel voor je komst. Schrijf graag nog een keer aan als we het weer over NEC hebben. Nick, jij ook bedankt voor je komst. En succes natuurlijk ook met... wie zit er aanstaande zondag? Jij weet het allemaal. Wie zit er dan bij... Niet. Jij niet? Ja, ik zit lekker op de tribune. Uit mijn hoofd gaan volgens mij Erwin en Dennis erheen. En dan zit Aram erbij. Maar sowieso Erwin, die is er. Goed, dus fans van Erwin. Dat luisteren. Is allemaal weer te volgen natuurlijk. En dan ook weer de NEC-update deze week. Want we gaan vrijdag weer voorbeschouwen natuurlijk op die wedstrijd. Dan is de NEC-update weer op tv en op YouTube. Deze uitzending, wil je nog terugluisteren? Dat kan allemaal. Dat kan via de website. En hij staat morgen ook als podcast gewoon. En als een videocast weer. En ik zeg voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.